Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag is eindelijk de beta van Call of Duty Modern Warfare uitgekomen. En kunnen we dit weekend en het volgende weekend volop gaan knallen. Doen wij met deze clash de M4A1 als ons primary wapen. De Desert Eagle als ons secondary wapen. En wat het in Modern Warfare is en wat ik ook meteen even ga laten zien, is dat jij per wapen in de volledige game meer dan 60 attachments gaat krijgen. Op dit moment in de beta kan je er 30 op je wapen zetten en zo ziet het eruit. Je kan barrels, muzzles, lasers, optics, stocks, grips, magazines, underbarrels, perks, je kan alles erop aanzetten en je kan in totaal uit 5 attachments kiezen. Je attachments in deze game zijn dus enorm belangrijk, want het kan je wapen totaal veranderen en ook totaal veranderen naar je eigen speelstijl. Dus wat ik erop heb staan is een short barrel, wat inhoudt dat wij 2 plusjes krijgen en sneller kunnen inzoomen. 1 plusje krijgen zodat wij sneller kunnen bewegen. Maar het heeft natuurlijk ook weer nadelen, want we krijgen iets meer recoil en de bullet velocity die is ook heel erg ver naar beneden. Dus alles heeft voordelen, alles heeft nadelen en zo kan je dus je hele clash gaan veranderen. Het is heel erg groot en heel erg uitgebreid. Maar ik heb erop staan de short barrel, de reflex sight, de lightweight, de angled foregrip en de slide of hand. Wat natuurlijk inhoudt dat we sneller kunnen gaan reloaden. Maar wat we gaan doen is we gaan gewoon knallen. Dus vind je het al leuk? Ram natuurlijk zo'n subscribe, dat blijkt me ook heel erg gaaf vinden. En op naar een spotje. Daar zijn we dan in ons potje. We spelen. Eens even kijken op het scorebord. Team Deathmatch op de map Grasna Raid. En het is zoals je kan zien 10 tegen 10. De maps namelijk in Modern Warfare zijn vele malen anders dan we gewend zijn. En ook vele malen groter. Dus het is enorm. Maar dan krijg je enorm goed opletten. En je kan de deur openen zoals je al meteen zag. En wat we natuurlijk moeten gaan doen, is we moeten gaan concentreren. We moeten gaan opletten. En enemies hebben nu al personal radar. Meen je dit? Er heeft nu al iemand bij de vijand een personal radar. En voor nu ben ik zelf nog niemand tegengekomen. Volgens mij zitten ze hier binnen, want ik hoor iemand. Ja. Ik wil net zeggen, ik hoor iemand. En je ziet ook hoe snel je weg bent. Een paar kogels raak schieten en je bent uitgeschakeld. Je bent weg. Dus je moet echt enorm goed opletten. Dat is één. Wat we echt nodig hebben is zo snel mogelijk een UAV. Want je ziet het, je hebt natuurlijk geen minimap. En de enige manier hoe je minimap gaat krijgen is als je een UAV roept. Dus het is enorm lastig af en toe om te weten waar de vijanden zijn. Maar hoe dan ook hebben we natuurlijk wel de UAV nodig. Die is ook weg. Snel doorrennen. Iemand ziet me, iemand ziet me. Iemand heeft me zien overlopen. Hij zit daarboven, zag je. Nice. Dan heb ik in ieder geval een personal UAV. Dus dat is een UAV alleen voor mijzelf, niet voor mijn team. Hoppatee, en nu heb ik ook een UAV voor mijn team. Alsjeblieft jongens, dan kunnen we tenminste iets zien. En ze spannen hier allemaal, ze spannen hier allemaal. Oké, dit was knijtig scheef. Dat was mijn eigen schuld, dat klopt. Kan wel eens gebeuren helaas. Mijn teammate die gaat wel hard naast. Oh, en oh, ik ging natuurlijk in het raampje pieken waar mijn teammate net zat te schieten. Dus dat was zo niet slim. Die vijanden waren er al voorbereid. Die wisten al gewoon dat ik daar stond. Kon ik ook wel gewoon verwachten daar. Die kon ik heel hard verwachten. Maar je ziet het nu. Nu heb je gewoon een UAV'tje. En wat je ook in de gaten moet houden. Dat is allemaal anders vergeleken met natuurlijk andere Call of Duty's. Is je hebt een soort van balk bovenin je beeld. En op die balk krijg jij ook red dotjes te zien. Zoals je merkt. Dus ik weet nu dat hij daar loopt vanwege die radarbalk bovenin. Dus dat is iets wat je extra in de gaten moet houden. Want daar kan je dus ook vijanden op zien. Dat is natuurlijk anders. Oh, ik ben gestunt. Dan andere Call of Duty's. Zit er een links van, ik ga sowieso neer hier. Of hij zit niet helemaal op te letten, dat kan ook. Stun naar binnen gooien. Dat is 1. Zit er een meer hoor. Dat is 2. Zit er een nog meer. Dus ik moet heel goed opletten hier. Ik durf nu niet naar voren te rennen. Want ik hoor ze allemaal naast me en boven me lopen. Ik ga gewoon een granaat koeken. Die gooi ik tegen die muur aan. Dan ren ik heel veel stukje terug. Ik ga gewoon naar boven.
Niet in mijn rug schieten. Oké, niemand hier meer. Oh-oh. Wow, yo. Ik riep net mijn personal radar in. Dus ik kon heel veel niet schieten daardoor. Nice. Gaan we lekker, hoor. Awesome. En ik heb natuurlijk Sleight of Hand aan staan. Dus ik kan heel, heel erg snel reloaden. Doe even de UAV inroepen zo. Ze staan namelijk allemaal naast deze vijanden. Rustig aan doorrennen nu. Ik kan niet snel erop af, want er staan veel te veel mensen naast me. Dus maar snel hier het gebouwtje in. Daar zit hoe dan ook een camper. Dankjewel. Dan moeten we nu rustig door blijven spelen. Er zitten hier nog veel meer namelijk. Awesome. Het is ook zo in deze Call of Duty dat je helaas maar één keer per leven je streaks kan halen. Dus ik kan nu niet nog een keer mijn UAV halen, want dat kan dus maar één keer per leven. Dus dat is iets wat je echt heel erg goed in de gaten moet houden. Want anders had ik nu natuurlijk alweer meerdere UAV's gehaald. Alleen helaas kan dat op dit moment nog niet. Ik weet wel, en dat is wel interessant, even mijn cruise missile inroepen. Ik weet wel dat er waarschijnlijk een perk in komt waarmee dat wel kan. Dus dan kan je wel meerdere keren per leven een UAV halen. Maar op dit moment kan je maximaal level 10 worden in de beta. En dat wordt natuurlijk met de dagen wordt dat steeds verhoogd. Dus nu kan je maximaal level 10 worden. En morgen kan je waarschijnlijk maximaal level 20 worden. Dan level 30. En ik weet niet waar het gaat eindigen. En wat de maximale level tijdens de beta gaat worden. Maar wat ik wel weet, is dat dit potje is afgelopen. Kan ik nog een kill krijgen? Die meter is sowieso weg. Ah, oh, helaas. Hij stond hier wel, hij stond hier wel. Ik kill je nog. Staat er ook nog ergens een achter me om me te schieten. Oh, dat was op zich voor een van de eerste potjes. Ik ben wel al level 10, maar een van de eerste live potjes een goede score. Maar je ziet wel dat het totaal, man, ik echt totaal anders speelt. Je hebt alleen een minimap op het moment dat je een UAV inroept. Je bent heel erg snel neer. De maps designs zijn totaal anders. Dus je moet heel erg goed gaan opletten. Je moet heel erg goed gaan concentreren. Maar als je eenmaal bent ingespeeld en je bent het eenmaal meer gewend, dan ga je ook steeds beter spelen. Dus het is puur eventjes wennen aan alle veranderingen die er in deze game zijn doorgevoerd. Maar wij hebben lekker gespeeld. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je hebt genoten, ram dat natuurlijk zoals je keihard op like. Dan mocht je nou meer van deze Call of Duty willen zien. Ik ben hoe dan ook elke avond live dat de beta live is op twitch.tv/jerasgame. Dus kom gezellig langs bij de stream. En anders zie ik jullie wel natuurlijk weer in een andere video. Dus bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En hoop ik ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.